Zagreb, 23 juli. Landmachtgeneraal Kouzi verklaart dat Dutchbed niet meer dan 10 moslimslachtoffers heeft geteld. In algemene zin is het afvoeren van de evacuees op een correcte manier verlopen. Er zijn geen enkele gevallen van verkrachting van vrouwen in de compound of in het gebied van naast de compound geconstateerd. En voortdurend is dat bewaakt door Nederlandse militairen. Volgens de militaire top heeft Dutchbed vrijwel niets gezien of gehoord van de Bosnisch-Servische gruweldaden tegen de moslimbevolking. Al snel blijkt die uitspraak onhoudbaar. Uit Amerika komen satellietfoto's met mogelijke massagraven. Overlevenden uit Srebrenica verklaren dat duizenden moslims in koele bloeden zijn neergeschoten door de Bosnische Serviërs. Hanzalja Trublic vluchtte samen met 15.000 mannen en vrouwen op 11 juli naar Tuzla. Op de compound van Dutchbed voelden ze zich niet langer veilig en vluchtten de heuvels in. Tijdens hun tocht opende de Bosnische Serven het vuur op de moslims. Moet je het zamestelen? Mensen susedelen, kada to počelo pucati. Počelo pucati iz svakog oružja. To je jedna velika skupina, čovjek do čovjeka, maltene sjedio. Ja sam skočio, počeo trčati, nanži. Ljudi su padali, bio je mrak. Čuo se svugdje auk, pucnjava, detonacije. Granate su padale, recimo, ne znam, hoćete mi vjerovati, metar, recimo, od meni, padne ta granata. Ja gledam sad bljesak, mrak, gledam kako raznosi dvoje, troje koji su oko mene, jer to je gužva. Gledam kako ih raznosi komade. Hanzalja vlucht samen met een vriend naar Nederland. Hier beschrijft hij het lot van familieleden en vrienden. Een dag na de aanval op de vluchtelingen ging hij terug de bergen in waar hij overlevenden hoopte te vinden. Da vam ne kažem da sam vidio 2000 mrtvi. Recimo da sam vidio 1000. A možda i 2. Zamislite sad ovo brdo. Recimo da je ovo brdo, ovo sve okolo, možda u krug oko 300 metara. Bio je čovjek do čovjeka, mrtav. Čovjek do čovjeka. Isto kao da je neko porjedao. Jer ljudi su sjedili kad je počelo pucat. Svi u skupinu, jedan do drugog. To kad je počelo pucat, normalno ne... Koga nije zakačilo, on je pobjegao, izmakao je se odatle od pucnjavi. Ali mnoge je zakačilo. In de Engelse krant The Independent wordt vandaag melding gemaakt van 8000 moslimslachtoffers. Uit het debriefingrapport blijkt nu pas dat ook Nederlandse soldaten ooggetuigen waren van oorlogsmisdaden. Vlak na terugkomst uit Srebrenica verbood landmachtgeneraal Kouzi hen om daarover te spreken. Als jullie terug zijn in Nederland, dan weet ik zeker dat er buitengewoon veel journalisten jullie verhaal willen horen. En dan zeg ik, denk aan je collega's in Potokari. Die journalisten willen graag allerlei verhalen horen. Dat is niet verstandig voordat de mensen terug zijn uit Potokari. Dus alsjeblieft, ga daar niet op in. Als alle Dutchbedders vrij zijn uit Srebrenica, raadt het ministerie hen aan om eerst uit te rusten en op vakantie te gaan. Uit het rapport wordt nu duidelijk dat onder de ogen van Dutchbed moslimmannen zijn geëxecuteerd en vrouwen zijn verkracht en vermoord. Ook zagen Nederlandse VN-soldaten honderden lijken langs de weg. Minister Voorhoeven daarover vandaag. The butchery of Muslim men took place very probably between the afternoon of the 11th of July, the 12th, the 13th and the 14th. Minister Voorhoeven heeft zijn militairen veel te lang het zwijgen opgelegd. Dutchbed wist van de gruwelijkheden, maar kreeg pas 3 maanden later de gelegenheid om daarover te spreken. Frits Olivier was tot 5 maanden geleden adjunct-directeur voorlichting van het ministerie van Defensie. Mijn advies zou anders geweest zijn, denk ik, of weet ik wel zeker eigenlijk. Maar ik weet niet of het populair geweest zou zijn. Ik zou hebben gezegd, gooi het zo snel mogelijk helemaal open in die zin. Probeer binnen je eigen organisatie, met name de delen waar het over gaat, alles boven water te krijgen wat er gebeurd is. Binnen zo kort mogelijke tijd. Meld binnen je organisatie dat alles boven moet komen, ook als het negatief is. Dat je dat niet erg vindt. En organiseer dan op korte termijn een grote persconferentie. Waarbij je alles, en ook alles wat er gebeurd is, zo objectief mogelijk op tafel legt.
ook alle in dit geval natuurlijk vele negatieve en onprettige gebeurtenissen. Dan heb je een hele nare persconferentie, een hele nare middag. En het is heel ellendig om naar het journaal te kijken en heel ellendig om de ochtendbladen open te slaan. Maar je bent er wel in één keer doorheen. Voor moslimvluchteling Han Salja komt het rapport veel te laat. Hij wist in juli al dat zijn familieleden die bescherming zochten bij Dutchbed uiteindelijk in handen vielen van de Bosnische Serviërs. Over hun lot heeft hij geen twijfels. Wat wil je te stellen willen zo in Bunda? Sta. Niet nema. Nema nikoga. Od tih ljudi koji su otišli dole. A šta su s njima napravili? Ja ne znam šta su s njima napravili, ali njih nema. Činjenica da nema, da niko nije došao u Tuzlu, da niko nije došao ovamo, bilo gdje nije došao. Ne zna se ni za koga. A ja vam znam nabrojati koliko hoćete ljudi, koje ja znam, a te koliko ima koje ja ne znam. Koji su otišli dole. Počeo od mog brata, za koga vam kažem da je bio invalid, ranjen 92. Ranjen kao civil ispred moje kuće. Kao civil, sigurno vam kažem. Šta misliš da su ubijeni ili šta? Pa najvjerovatno. Het zal altijd bitter blijven, het zal altijd aan ons blijven kleven dat we deze enorme ramp niet hebben kunnen voorkomen. Na terugkomst uit Srebrenica kreeg Dutchbed een heldenontvangst, terwijl in de moslimenclave de massagraven werden gedolven. Een van de vele blunders van het ministerie, vindt oud-defensievoorlichter Frits Olivier. Nou, ik ben er heel weinig opgewekt over geworden. Eigenlijk ben ik er een beetje bedroefd over geworden, ja. Omdat je hebt er lang gewerkt. Ik heb lang bij Defensie gewerkt. En het is toch een belangrijk deel van je leven geworden. En het belangrijkste, het kenmerk voor mij van Defensie was altijd de openheid, de betrouwbaarheid. Dat collega's die ja zeiden, kon geen nee zijn. En nee kon geen ja zijn. En dat wordt nu wat geweld aangedaan. Ook af en toe met het schaamrood op de kaken? Ik heb een paar keer met toegeknepen tenen en schaam op de kaken gezeten, ja. Met grote overredingskracht verdedigt Voorhoeven vandaag het optreden van Dutchbed in Srebrenica. Je hebt er geen ander antwoord op, vind ik, dan dat wij moeten vaststellen dat in die machteloze situatie de Dutchbedders niet meer hebben kunnen doen dan ze in feite hebben gedaan. Even twijfelde Voorhoeven aan de onpartijdigheid van Dutchbed. Vooral overste Karamans kreeg er van langs na zijn uitspraak tijdens de persconferentie in Zagreb. Hij typeerde de moslims niet als slachtoffer, want in het voormalige Joegoslavië zijn geen good guys of bad guys. Daarmee riep hij de vraag op of hij zich wel volledig had ingezet om de moslimbevolking te beschermen. Minister Voorhoeven liet daarop zijn commandant meteen vallen. Het commentaar van overste Karamans op de politieke aspecten, dat deel ik niet. Want het optreden van de Bosnische Serviërs vormt al 3 jaar lang een patroon van het verdrijven, mishandelen en vermoorden van grote aantallen mensen. En hierbij bleef het niet. Het blazoen van Dutchbed werd bezoedeld. Dag na dag verdween belangrijk bewijsmateriaal. Tijdens de persconferentie vandaag werd Voorhoeven daarop vaak aangesproken. De opsomming van dingetjes en dingen die fout zijn gegaan. Het verdwijnen van het fotorolletje, het verbranden van de videofilm. Het opduiken van allerlei verklaringen die niet ondertekend hadden mogen worden. Gelooft u in toeval? Hier niet meer, nee. Eén incident had kunnen gebeuren, maar zoveel op een rij. Nee, dat zou erg naïef zijn om te denken dat het allemaal toeval is. De goede naam van de landmacht wordt in twijfel getrokken. Een landmachtkolonel besluit om een zeer vertrouwelijk VN-document te lekken naar de Volkskrant. Op die manier moet duidelijk worden dat de VN de Nederlanders in de steek heeft gelaten. Ik vind het fout wat hij gedaan heeft. Dat hoort niet. Als jij hoge militair bent, dus ook hoge ambtenaar, dan ben je loyaal aan je minister, je politieke leiding. En als je dat niet kunt zijn, stap je op. Tegen de landmachtkolonel zijn rechtspositionele maatregelen genomen en de procureur-generaal in Arnhem besluit deze week of de man wordt vervolgd. Op het lekken van een dergelijk document staat een straf van maximaal 6 jaar. Met geen woord redt minister Voorhoeven over deze poging tot beïnvloeding van het beeld rondom Dutchbed. Integendeel, iedereen heeft schuld behalve Dutchbed. Dat is de boodschap van vandaag. Maar hoe betrouwbaar is die boodschap eigenlijk? De eerste twijfels over het rapport rijzen nu al. Het is alleen maar datgene wat een groot aantal soldaten, landmachtsoldaten, zegt te denken te hebben meegemaakt.
Het is een tijd geleden. Het is negatief, daar zijn ze nu ook van. Hè, dat, alle media rapporteren daar negatief over. Dus je moet voor jezelf, wil je daarmee kunnen leven, moet je dat een beter aanzien geven. En een aantal dingen zal wel, wel kloppen. Natuurlijk, ik neem aan dat de data en tijdstip in het algemeen nog wel zullen kloppen. Maar wat er werkelijk gebeurt, hoe het werkelijk gegaan is, ik ben er tamelijk sceptisch over, omdat dat het echt betrouwbaar boven tafel komt. Voor een reactie van minister Voorhoeven gaan we nu naar NOS-collega Ferry Mingelen in Den Haag. Meneer Voorhoeven, het was niet leuk, neem ik aan, om dit allemaal weer terug te zien. Het blijft natuurlijk een vreselijke zaak. De val van Srebrenica en de ongelooflijke, de afgrijzelijke dingen die er zijn gebeurd. Dus het zal ook altijd in de geschiedenis in dat erge licht blijven staan. Ja. We gaan even een aantal feiten proberen toch wat duidelijk te krijgen. Eerst even die kolonel, die heeft een stuk gelekt waaruit bleek dat ook de VN schuldig was aan de problemen die zijn ontstaan. Die kolonel wordt vervolgd, kunt u dat bevestigen? Ik ga niet in op individuele personeelsleden. In dit geval ging het om iemand die een anonieme brief schreef en een vertrouwelijk VN-document daarbij deed. Tegen de betrokkenen zijn passende maatregelen genomen. Ja. Maar het kwam u toch wel op zichzelf goed uit. Want door dat lekken van dat document werd in elk geval de indruk dat alleen Dutchbed verantwoordelijk zou zijn voor alle ellende daar. Die werd toch wat genuanceerd. Die indruk is altijd verkeerd geweest. Het ging om een VN-vredesoperatie waar alle lidstaten van de VN uiteindelijk voor mede verantwoordelijk zijn. In het bijzonder de leden van de Veiligheidsraad. Nederland had natuurlijk een bijzondere rol, omdat wij de taak op ons hadden genomen toen we de taken in deze enclave eerder van de Canadezen overnamen. Ja. Over die rol van de VN komen we straks nog even terug. Eerst naar de zaak zelf. Vindt u het niet bijzonder pijnlijk als je toch achteraf moet constateren hoe, laten we zeggen, de landmachttop in de loop der weken heeft proberen te verhullen wat voor een vreselijke toestanden zich rond de val van Srebrenica hebben afgespeeld? Ziet u daar toch niet een soort schuldbesef of schaamte in? Nee, de landmacht heeft ook niet geprobeerd de dingen te verhullen. Er zijn wel fouten gemaakt. Als ik meneer Cousy hoor zeggen dat er geen mensen zijn verkracht, maar geen mensen een vermoord. Een fout maken is iets anders dan iets verhullen. Ik vind de opmerkingen die aan het begin zijn gemaakt onvoorzichtig. Want die opmerkingen waren gebaseerd op een aantal gesprekken met een aantal militairen die zeiden niet veel te hebben gezien. Maar er waren natuurlijk nog veel meer militairen, met name die gegijzeld waren geweest door de Serviërs en een aantal hele ernstige dingen hadden gezien. Maar je zou toch van hoge militairen mogen verwachten dat ze dat zich ook realiseren? Nou, mijn eigen reactie was, we kennen het patroon van het Bosnisch-Servische optreden. We moeten dus op het ergste zijn voorbereid. En de eerste wat te optimistische inschattingen vond ik niet voorzichtig. Niet verstandig, en daar is ook met de betrokkenen over gesproken. Maar u zag dat niet als een poging om toch te zeggen, alsjeblieft, met al die vrede toestanden hebben wij niks te maken gehad? Ook al omdat men toch vermoedde dat het misschien wel zo zou zijn? Ik geloof niet dat het een poging tot verhulling was. Ik geloof wel dat er van onderschatting sprake is geweest. Ik geloof dat we met het onderzoek wat daarop is gevolgd toch alles boven water hebben gehaald. Dat was de opdracht aan het debriefingsteam. De opdracht was ook duidelijk om helemaal niks onder de mat te vegen. Ja. U vindt op basis van die debriefing eigenlijk dat Dutchbed in die moeilijke omstandigheden, want dat benadruk ik ook nog maar eens een keer, niets te verwijten valt? Kijk, de soldaten van Dutchbed bevonden zich in een buitengewoon moeilijke en machteloze situatie. Het is makkelijk voor ons vanuit het veilige Nederland in onze stoel gezeten om daar even wat oordelen over te geven. Ze hadden dit moeten doen, ze hadden dat moeten doen. Als je afgaat op de verslagen van al die militairen die daar hebben gezeten, allemaal gewone mensen zoals u en ik, dan lopen toch de koude rillingen over de rug als je vaststelt wat ze allemaal hebben mee moeten maken. Ja. En dus uw conclusie is, ze hebben zich niet schuldig gemaakt aan nalatigheid. Uit het rapport blijkt geen ernstige nalatigheid. Ja.
Maar dat zegt u nu uit dat rapport. Ik noem een voorbeeld en dat vond ik zelf nogal schokkend. Srebrenica is gevallen. Er komen 5 moslimstrijders. Die komen naar de compound in Potocari. Die mensen proberen zich te verstoppen. Hun vlucht is mislukt. Ze proberen zich te verstoppen bij de Nederlanders. Een van die militairen krijgt een hoofdverbandje. En ze worden weggestuurd. En dan zegt het rapport, buiten de compound werden schoten gehoord. Er zijn dus gewoon mensen weggestuurd waarvan men zeker kon weten dat ze bij de Serven een kort leven zouden hebben. Vindt u dat niet een moment dat u zegt, hier is grove nalatigheid aan de orde? Kijk, het is en blijft buitengewoon naar dat Dutchbat niet meer bescherming heeft kunnen bieden aan de mensen waar het om ging. Dutchbat heeft wel zijn uiterste best gedaan. Heeft na de val van de enclave 25.000 vluchtelingen zo goed als dat kon geholpen. Zich erg ingespannen op het punt van de humanitaire hulp. Heeft helaas de mensen niet met zekerheid allemaal kunnen begeleiden naar Centraal Bosnië, ja, waar ze naar werden vervoerd. En ik vrees dat met name een paar honderd mannen die in en om het Nederlands kampement waren, door de Serviërs, die iedereen zeiden te transporteren naar Bosnië, in feite daar niet naartoe zijn gebracht. Nee. Ja, maar nou praat u daar toch volgens mij omheen. Het gaat hier, ik onderstreep direct op basis van het rapport dat er een heleboel dingen zijn geprobeerd om de mensen wel te beschermen. Maar het gaat hier om een duidelijk voorbeeld waarin 5 mensen, 5 militairen, waarvan men zou kunnen weten die worden doodgeschoten als ze buiten de poort worden gezet, buiten de poort zijn gezet. En u zegt, ik vind dat erg naar. Ja, dat is het. Dat blijft het. Dat is het en dat blijft het. Het probleem was dat natuurlijk het Nederlands kampement volledig was omsingeld door Servische militairen met een groot aantal tanks en stukken geschut. Maar ze zijn op eigen initiatief teruggestuurd. Ja, ik wilde niet alleen maar dit voorbeeld op blijven hakken, maar het is wel een voorbeeld waaruit blijkt dat op momenten er toch hele foute beslissingen zijn genomen, ook in die moeilijke situatie. Het blijft een geweldig drama. U concentreert zich op deze 5 gevallen. De centrale boodschap van de val van Srebrenica is dat er duizenden mannen zijn omgekomen. Ja. Op de vlucht van Srebrenica naar daar konden de Nederlanders niks aan doen. Hè? En dat laten we dat duidelijk en dat was houden. Buiten het zicht en precies, buiten de mogelijkheden precies van de Nederlanders. Hoewel een aantal Nederlandse militairen wel een aantal aanwijzingen kreeg. Met name daar waar men langs de weg lijken zag liggen. Ja, maar dat is natuurlijk waar de Nederlanders niks aan konden doen. En dat moeten we ook duidelijk zo houden. Daar waren ze niet verantwoordelijk voor. Maar soms zijn ze wel verantwoordelijk geweest voor mensen, moorden die ze wellicht wel hadden kunnen voorkomen. Ze hebben de vrouwen, kinderen en oudere mensen zo goed geholpen als ze konden. Ze hebben geprobeerd ook enige veiligheid te verschaffen gedurende een korte periode aan een paar honderd mannen. Daar nog een namenlijst van gemaakt. In de hoop ook dat die mannen zouden aankomen in Kladanj, de plaats in Centraal Bosnië. Ik vrees dat een groot aantal van die mannen die bestemming nooit heeft bereikt. Ik heb het begrepen. We gaan even naar de Kamer. Want de Kamer die heeft natuurlijk vandaag het rapport ook gelezen. En de Kamer is in elk geval nog niet tevreden. In elk geval een aantal fracties in die Kamer. De minister moet om te beginnen nog heel wat schriftelijke vragen vervolgens gaan beantwoorden. En er is groeiende steun in de Kamer om nog een aanvullend onderzoek te doen. Bijvoorbeeld door zelf een aantal hoge militairen te gaan horen. Pim van Galen. De VVD neemt genoegen met het rapport van Voorhoeven. Maar CDA en mogelijk ook D66 willen als Kamer hoge militairen horen over de val van Srebrenica. Bataljon heeft het in de extreme omstandigheden goed gedaan. Daar ben ik blij om. Maar boek Srebrenica kan niet dicht. Daarvoor blijven te veel onbeantwoorde vragen voor ons, voor in de CDA-fractie over. Wat zijn de belangrijkste van die vragen? De belangrijkste van die vragen zijn, hoe is het nou precies in die VN-commandostructuur gegaan? Waarom kwam er geen luchtaanval? Waarom kwam er geen luchtsteun? Waarom bleef het bataljon in zijn hemd staan? Dat zijn zaken waarvan de CDA-fractie vindt dat ze echt nadere opheldering behoeven. Wij zijn dat verplicht aan de tienduizenden slachtoffers van deze tragedie. We zijn het aan onszelf verplicht om lessen te trekken voor de toekomst. Meneer Hoekema, kan het boek Srebrenica met dit rapport in de hand dichtgeslagen worden? Bijna. Er staat erg veel in het rapport. Het is een heel volledig rapport, evenwichtig en helder.
Ik denk dat we daar nog een groot aantal vragen over te stellen hebben aan de minister van Defensie. Wellicht moeten we ook nog een aantal militairen horen bij een hoorzitting. Uiteraard zullen we erover moeten debatteren met de minister van Defensie. En dan kan, wat D66 betreft, het boek en het dossier ook echt gesloten worden. Als het allemaal bevredigend afloopt natuurlijk. U weet hoe het gaat, meneer Hoekema, in Den Haag. Als je zoiets voorstelt, een hoorzitting, dan heb je toch niet voldoende vertrouwen in de minister. Nee, het gaat me niet om het voldoende vertrouwen in de minister. Dat heb ik. Dat heb ik zeker. Het gaat erom dat wij van een aantal mensen die zeer nauw betrokken waren, echt in persoon en ter plaatse bij de besluitvorming over met name die luchtaanvallen, om van die mensen nou nog eens rechtstreeks te horen hoe ging het nou eigenlijk in die nacht van maandag op dinsdag. Op het moment dat je, dat wil ik wel toegeven, mensen wilt gaan horen die in feite al in de debriefing zijn geweest, is dat een signaal dat je denkt dat het niet voldoende is weergegeven in het rapport van de debriefing. En dat wil ik niet voor mij nemen. U denkt dat D66 op dat punt te weinig vertrouwen in Voorhoeven heeft? Ik weet het niet, maar je zou zo'n conclusie kunnen trekken. Maar dat is in een coalitie toch nooit de bedoeling? En dat is dus een vervelende zaak. In een eventuele hoorzitting wil de Kamer weten of de Verenigde Naties de enclaves niet hadden opgegeven. Dat zou het cynisme ten top zijn, maar er zijn geen bewijzen. Er zijn wel een aantal aanwijzingen, vermoedens, dat de VN zei, of dat de VN dacht, niet uitsprak, maar dacht moet ik zeggen, het zou wel makkelijk zijn als die enclaves er niet meer zijn. Nou, dat kan nooit, al was het alleen maar voor de tienduizenden doden, dat moet boven water komen. En dat komt, en daar heeft u denk ik mijn hoofdargument, ons hoofdargument voor de hoorzitting, dat moet op zo'n hoorzitting naar boven water komen. En dat blijkt niet voldoende uit de rapportage van de minister. Ook de VVD legt een groot deel van de schuld bij de VN. En daarmee bij de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, het is nu eenmaal zo dat natuurlijk de relaties met de Verenigde Naties onder de minister van Buitenlandse Zaken vallen. En je kunt je ook afvragen, toen dan nou dat bataljon in februari al zo in moeilijkheden was, wat is er dan gebeurd van de kant van Buitenlandse Zaken om nou eens in het hoofdkwartier van de VN in New York te zeggen van, zo kan je niet omgaan met een bataljon wat je onder hoede hebt gekregen, dat het in een dusdanig deplorabele toestand komt. Nog erger, we horen nu dat op 25 mei door generaal Janvier in de Veiligheidsraad al in feite is aangegeven dat die enclaves niet te houden zijn. Daar is mij niets van bekend, dat is mij niet verteld. Is dat überhaupt door Buitenlandse Zaken aan Defensie verteld? Wist het bataljon het zelf dat men zo over hen dacht in de Veiligheidsraad? Wilt u zeggen dat Van Mierlo wellicht op de hoogte ervan is geweest dat de enclaves waren opgegeven? Die conclusie moet ik trekken, want bij het besloten zitting van de Veiligheidsraad met generaal Janvier zaten vertegenwoordigers van de troepenleverende landen. Dat is Nederland ook. We hebben een permanente vertegenwoordiging, dus dat signaal dat moet uitgebreid hier neergelegd zijn, dat is ons niet doorgegeven. Klopt dat, meneer Voorhoeven, dat de generaal Janvier in de Veiligheidsraad op 25 mei die twijfel over de enclaves heeft uitgesproken? Ik denk dat het klopt. Ik moet dat nog nakijken. Het is u niet gemeld? Het kan zijn dat het mij is gemeld. Het past in ieder geval wel in een patroon dat de Verenigde Naties in toenemende mate, eigenlijk in het laatste half jaar, twijfel had over zijn eigen beleid. Al eerder, voordat generaal Janvier dit verklaarde, was er een rapport van de secretaris-generaal van de VN, waarin hij een aantal mogelijkheden schetste. En een van die mogelijkheden was het terugtrekken van de blauwhelmen uit de enclaves. Maar was het signaal van generaal Janvier, hij was tenslotte de bevelhebber, was dat niet zo belangrijk dat u het had moeten weten? Ik moet dat nog eens even natrekken. Of en in welke vorm dat is gemeld, dus daar kan ik nou niks over zeggen. Mag ik anders vragen, als u het had geweten, had dat uw beslissingen in die moeilijke dagen kunnen veranderen? Nee. Waarom niet? Want de indruk wordt gewekt dat Janvier een soort dubbelspel heeft gespeeld. Ja, maar Nederland, de Nederlandse Dutchbat militairen, daar in de enclave gezeten, moesten proberen zo lang mogelijk op die enclave te passen. Met al hun beperkte middelen. Je kon daar niet zomaar weglopen. Als je daar weg was gelopen, had je de enclave op een presenteerblaadje aan de Serven gegeven. Ja. Maar dat is nu ook gebeurd, hè? Het is niet gebeurd. In deze zin dat
Ik denk dat als zonder de aanwezigheid van blauwhelmen, de Serven, buitengewoon ruw, met nog veel ruwer dan ze in feite hebben gedaan, met de vrouwen, kinderen en oudere mensen zouden zijn omgesprongen. Ja. En dat ook daaronder duizenden doden zouden zijn gevallen. Nog even terug naar generaal Janvier. Ik zei nu een zekere reden om te denken dubbel spel, want hij zag het met die enclaves al niet meer zitten en weigerde op het belangrijke moment toen Srebrenica aan het vallen was, de luchtsteun. Ziet u een verband tussen die twee dingen? Het is genuanceerder dan u zegt. Ten eerste, de luchtsteun is niet geweigerd. Hij is alleen te laat en te beperkt goedgekeurd. Is dat niet ongeveer hetzelfde? Toen het eigenlijk weinig verschil meer kon maken. Maar dat is toch een vorm van weigeren? Ja, maar we moeten nou niet te makkelijk de Zwarte Piet bij de Verenigde Naties neerleggen. De Verenigde Naties zelf zat in een geweldige klem. Ja. Keer op keer was gebleken dat het luchtwapen maar zeer beperkt inzetbaar was, omdat de Serven er iedere keer met terroristische maatregelen op reageerden door de bevolking met mortieren te gaan beschieten. Ja. Als u nou zo terugkijkt, hè, als je dan ziet een Nederlandse eenheid in een gebied wat niet te verdedigen was, bondgenoten die Nederland niet kunnen of willen helpen als de bevoorrading staakt, moslims en Serviërs die elkaar, maar ook de Nederlanders onder schot nemen. Heeft u er dan terugkijkend niet ontzettende spijt van dat u daar ooit de verantwoordelijkheid voor heeft genomen? De verantwoordelijkheid voor deze taak is in 1994 genomen, nog onder het vorige kabinet. Breed ondersteunde de Kamer. Dat was een taak die vanaf het moment dat Nederland die op zich nam, zo lang mogelijk moest worden uitgevoerd totdat een ander land bereid zou zijn het van ons over te nemen. Dat heb ik geprobeerd te regelen. Oekraïne was bereid het over te nemen. En 4 dagen voordat de Oekraïners zouden komen, viel het door de Servische aanval. Dat begrijp ik. Maar u zegt de verantwoordelijkheid is genomen door het vorige kabinet. U bent minister geworden in augustus 1994. Ik heb die verantwoordelijkheid overgenomen. U heeft die verantwoordelijkheid overgenomen. En heeft u daar, nu u zo terugkijkt en weet hoe moeilijk het was, achteraf geen spijt van? Nee, het was een feit wat je als zodanig moest aanvaarden. Het was een verantwoordelijkheid die je niet van je af kon schudden als Nederland. Er waren een aantal mogelijkheden om ermee om te gaan. Andere landen erbij betrekken, de steun voor krijgen, waren ze niet toe bereid. Nee. Beter bevoorraden en versterken bleek niet mogelijk. Overdragen aan een ander land na 1,5 jaar bleek uiteindelijk wel mogelijk, maar werd verhinderd door de Servische aanval. Nederland is gewoon in het pak genaaid. En u als minister van Defensie bent formeel verantwoordelijk voor wat er vervolgens is gebeurd. Nederland is niet in het pak genaaid. Nederland had een buitengewoon moeilijke taak. De moeilijkste in het kader van deze VN-vredesoperatie. En het is op een ramp uitgelopen. Ja. En nogmaals, daar bent u formeel verantwoordelijk voor. Daar ben ik verantwoordelijk voor, zoals alle ministers van Defensie die gezamenlijk het falende VN-beleid hebben gevormd. En die verantwoordelijkheid moet dan niet eenzijdig worden neergelegd bij het land wat nog bereid was om humanitaire redenen deze taak te dragen. Die verantwoordelijkheid moet evenzeer worden gedeeld door al die landen die voortdurend te weinig en te beperkte middelen aan de VN verschaften. Wij waren natuurlijk in bijzondere mate bij betrokken, omdat er Nederlandse militairen zaten, overigens als VN-militairen onder VN-commando. Goed, laatste vraag, een beetje voor de hand liggend. Had het wat uitgemaakt als er een Nederlander secretaris-generaal van de NAVO was geweest in die tijd? Ik geloof niet dat ik daar bevestigend op kan antwoorden, hoewel het heel mooi zou zijn als er een Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO zou komen. U weet waarom ik het eigenlijk vraag. Ja. Er is vanavond steun van Major en Chirac gekomen. Sterke steun voor de heer Lubbers betekent toch eigenlijk dat dit wordt? Denkt dat u niet? Dat is een goede zaak voor de kandidatuur van de heer Lubbers, die overigens nog niet officieel is gesteld. U mag het formeel ook niet zeggen, maar denkt u ook niet, kennende hoe het loopt, dat dit wordt nu? Dit is op de eerste plaats een zaak waar mijn collega van Buitenlandse Zaken over gaat. Zeker. En ik denk dat hij erg blij was met de berichten uit Groot-Brittannië vandaag. Goed, ik dank u zeer.